Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Gelukkig hebben we nu al meer dan 15 jaar een democratische regering. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Nou, juist op deze inleiding, op deze woorden, was eigenlijk het wachten ook van alle journalisten. Maxima was daar heel open in. Ik denk dat ze het een beetje heeft ervaren als een soort eindexamen waar ze voor moest opkomen. Er was veel spanning hier, maar ze heeft openhartig en open, zover ze de vragen ook kon horen, maar ze begreep ze wel degelijk weerstaan. Paar is nu op weg naar een andere plek hier in het paleis, want de fotografen mochten hier niet bij zijn. En nu is de gelegenheid voor hen daar om het allemaal vast te leggen, dit jonge geluk. Ze begonnen ook alle twee met een soort liefdesverklaring. Nou, dat zal in beeld ook vast te leggen zijn. Collega Ferdinand Fransen, kijk daarnaar. Dit is de hal van de hoofdingang van Paleis Noordeinde. Op de achtergrond ziet u de koningstrap en de karakteristieke lampen van Paleis Noordeinde, het werkpaleis van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Fotografen staan hier, zo ongeveer 35, 40 fotografen staan hier te wachten op de komst van het koninklijk paar. Voornamelijk fotografen uit het binnenland. Fotografen die zijn separaat gehouden van de schrijvende pers bij de verloving van prins Constantijn met Laurentien Brinkhorst. Was tijdens de ontmoeting met de pers waren er erg veel problemen met het licht. Mensen hadden last van het flitsen en mensen hadden ook erg veel last van het geluid, het zoomen van de camera's. Daarom is er nu voor een andere oplossing gekomen. Nou, u ziet het al. Fotografen staan in de aanslag, maar het is de directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, Eef Brouwers, die de trap afkomt. Wachten is dus nog even op het paar, Willem-Alexander, kroonprins Willem-Alexander, 33 jaar. En Maxima Zorrigueta, 29 jaar. Daar komen ze gezamenlijk de trap af en de fotografen schieten, zoals dat heet, hun plaatje. Deze koningstrap in de hal aan de zijde van het Noordeinde. Dus mensen die daar buiten staan te wachten kunnen dat schieten van die foto's zien. Het wachten is, het is een dood intens gelukkig paar zoals u ziet. Glimlachend. Fotografen een van de eerste kansen om hen samen zo te zien. Kroonprins Willem-Alexander en zijn sinds vanavond officiële verloofde Maxima Zorrigueta. Ja. Kroonprins Willem-Alexander en Maxima trekken zich nu even terug voor een kopje thee om even wat bij te komen van de inspanningen van de persconferentie en van deze fotosessie. Ja,
Tot zover hier. Eve Brouwers overduidelijk. Wil iedereen nu wegwezen? We zijn weer terug in de studio in Hilversum. En we gaan nu praten over het kroonprinselijk paar dat zich aan het Nederlandse volk heeft gepresenteerd. En we praten met drie nieuwe gasten die we hier aan tafel hebben. Allereerst Roel Jansen naast mij, redacteur van NRC Handelsblad en kenner van Argentinië. Daarnaast zit Mies Bouwhuis, zij is schrijfster en weet er ook het een en ander van. En daarnaast zit Harm Edebotje, redacteur van Vrij Nederland en een leeftijdgenoot van Willem-Alexander. Ik ook trouwens. Eerst maar eens even een reactie om hier te beginnen. Nou, we leren Maxima nu trouwens een beetje kennen. Ja, ik vond het buitengewoon indrukwekkend. En ze liet heel helder zien dat ze bijzonder goed doorheeft wat er in Nederland leeft aan gevoelens over de situatie in Argentinië in de tijd dat zij heel jong was en haar vader in de regering zat. En ze gaf ook heel goed aan dat ze begrijpt hoe de situatie in Argentinië was. Dat is eigenlijk nog interessanter. Dat ze zei, het is een heel complex en ingewikkeld land. Maar ik heb al lange tijd afstand genomen van die dictatuur uit die tijd. En ik vond, eerlijk gezegd, die verklaring die ze gaf over haar rol van haar vader, vond ik, nou, die is zeer acceptabel. Die man die zette zich in voor de landbouw in een absoluut fout regime. Ja. Dat was het inderdaad. Bouwhuis, wat vond u daarvan? Ja, wel, kijk, ik zit in de eerste plaats hier als voorzitter van SAAM, de steun aan de Argentijnse moeders. En kijk, dit soort dingen zijn toch ook een steun dat dit gebeurt, dat de vader niet mag verschijnen. Een signaal van Nederland naar Argentinië van kijk, dit is nou een democratie, want dat komt dan toch naar buiten, vind ik vandaag. En misschien toch weer een stimulans voor net de voorzichtige pogingen die er in Argentinië weer zijn om toch tot berechting te komen. Want dat blijft nu het verschrikkelijke punt waarom je niet volgens mij van een democratie daar kunt spreken. Hè, wanneer je niet alle schuldigen hebt bestraft. Je kan niet een nieuwe samenleving opbouwen. Nee. Wanneer je niet eerst naar boven brengt, dat weten we in Nederland zelf maar al te goed. Hè, wanneer niet de schuldigen zijn bestraft en alle feiten op tafel zijn gekomen. Maar ik ben blij dat Maxima daar in ieder geval iets over gezegd heeft. Ik ben blij heeft. Dat ze daar iets over gezegd heeft. Ja. Harm? Ja, we hebben een uitgebreid maatschappelijk debat gehad de afgelopen maanden. Even over Maxima gewoon. Over Maxima. We leren er ik vond het geweldig. Nee, dat was helemaal goed. Ik vond het leuk. Voordat ze meteen weer allemaal zwaar en zo. Maxima. Wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Ik vond dat ze het goed deed, spontaan deed. Dat ze fantastisch Nederlands sprak. Ik vond dat ze het met z'n tweeën ook leuk deden. We zeiden net hier tegen elkaar. Maxima overspeelde Willem-Alexander af en toe. Het leek net alsof zij hem even wegduwde. Zei, ik vertel het hier. Ja. En dat was hartstikke leuk. Ja. Oké, nu maar het zware werk eigenlijk. Hè? Dat rapport van professor Bout, daar heeft u inmiddels wat van kunnen lezen. Ja. Klopt het wat premier Kok zei? Voor zover je dat heel snel kunt doorkijken in de samenvatting klopte dat inderdaad. En professor Bout staat ontzettend goed bekend. Dus wat die man heeft onderzocht en dat het natuurlijk een ongelooflijke, verschrikkelijke toestand was in Argentinië, dat is allemaal duidelijk. En hij heeft dan ook nog wat verder gekeken wat dan die rol van die staatssecretaris van Landbouw in dat regime is geweest. En daarbij komt hij toch wel tot een paar opmerkelijke opmerkingen. Ten eerste dat die man een positie van groot gewicht had. En verder dat hij zich als een soort technocraat beschouwde, maar dat hij dus zich echt totaal blind heeft gehouden, niets heeft willen zien van wat er in zijn omgeving gebeurde en ook niet hoe internationaal op dat regime gereageerd werd. Ja, hij zegt dat ook hier ergens. Dat is dus in de begeleidende brief. Mevrouw Bouwhuis zegt hij ik wist helemaal niks van excessen. Dat is natuurlijk volkomen onmogelijk. Hè? Iemand die in Argentinië woonde, die, of het nou gewoon mens was of dat je een staatssecretaris was. Iedereen was op de hoogte van wat er gebeurde. Bovendien, hij is aanwezig geweest bij de besprekingen voor de staatsgreep plaats had. Waarbij dus heel duidelijk, het staat precies zo gesteld, de fysieke eliminering van alle leden van organisaties, want die organisaties zelf moesten verdwijnen. Dat waren zowel studentenorganisaties als vakbonden, maar ook journalisten, advocaten. Dat heeft gewoon zwart op wit in de legerorde gestaan, die later in juni tot wet werd. En we hebben hem ook prachtig in het beeld weer gezien hoe hij op die wet de eed aflegt. Daarmee ben je natuurlijk mee volledig schuldig. Ja, laten we even kijken nog naar... Ik denk Sascha, dat wat je nu allemaal hoort vandaag... dat je kunt zeggen, de discussies schaden eigenlijk iedereen. Schade de monarchie, schade ons land. Was voor iedereen steeds ingewikkelder aan het worden. En ik denk wat er vandaag gebeurt is ook hoe premier Kok, die heeft gezegd, vertrouw mij en ik doe mijn huiswerk grondig. Nou, dat hij duidelijk heeft gemaakt. Ook het onderzoek waar jullie al inzage in hebben gehad, waar hij naar verwijst. Ook de verklaring van Maxima, vader Sorgeta, die er nu niet is en bij het huwelijk ook niet is. Ook
precies hoe Maxima duidelijk maakt hoe ze zich daarover voelt. Dat dat in ieder geval verdere schade volstrekt heeft ingeperkt. Sterker nog, je kan zeggen, het heeft de monarchie zelfs goed gedaan vandaag. Ja, het heeft de monarchie goed gedaan, klopt dat? Roel Jansen? Ja, dat lijkt me wel. Kijk, bijvoorbeeld het moment dat ze zei van, wij waren ontzettend blij met de verkiezing van Raoul Alfonsine in 1983. Toen was Maxima dus 12. Ja, dat geeft ze toch aan van dat herstel van de democratie in haar eigen land. Dat heeft ze toen bewust beleefd. Dus ze weet toch heel duidelijk waar ze over praat. Dat maakte ze voortdurend duidelijk. Ja. En nog even over Zorregieta, die verklaring dat hij die excessen niet gezien heeft. Ja, dat lijkt me een hele domme verdediging van hem, eerlijk gezegd. Want het was voor iedereen duidelijk wat daar gebeurde. Je hoefde maar op straat te lopen en je kon zien. Ik heb het zelf gezien hoe mensen opgepakt werden van bij die demonstraties van de dwaze moeders of op straat. En als je het in 76 of 77 niet had gezien, dan had je het in 1979 kunnen zien toen er ellenlange rijen van mensen waren die hun klacht kwamen doen bij een onderzoekscommissie. Ja. Laten we nog even kijken naar wat Maxima daarover gezegd heeft. Het is heel moeilijk voor mij, maar ik zal open en eerlijk zijn. Wat is gebeurd in die periode in Argentinië is vreselijk. Ik verwerp sinds lang de Videla-dictatuur. De verdwijningen, de martelingen, de moorden en alle verschrikkelijke feiten uit die tijd. Dat heeft zeker grote littekens op onze maatschappij achtergelaten. Daardoor heb ik begrip voor de grote zorgen die Nederlanders hebben over een moeilijke periode in mijn land. Gelukkig hebben we nu al meer dan 15 jaar een democratische regering. Argentinië is geen eenvoudig land, maar een land vol tegenstrijdigheden. Een land dat veel geweld kende, maar ook constructieve en positieve perioden. Ik kom van die achtergrond. En van die achtergrond heb ik geleerd hoe belangrijk het is om waarden zoals democratie, het rechtvaardigheid, mensenrechten en vrijheid te omarmen. In dat opzicht heb ik grote bewondering voor Nederland en de manier waarop het deze waarden uitdraagt. Over mijn vaders deelname aan die toenmalige regering wil ik in alle eerlijkheid zeggen dat ik spijt heb dat hij zijn best gedaan heeft voor de landbouw in een verkeerd regime. Hij had de beste intenties en ik geloof in hem. We weten allemaal hoe fout dat regime was. Als Argentijnse heb ik daar veel spijt van. Ik ben geboren in een hechte familie en mijn vader is en altijd en zal altijd blijven de integer en toegewijde vader die er altijd voor mij was. Ook nu is hij bij mij, dat voel ik. Ik hou veel van hem. Mijn hele familie staat onvoorwaardelijk achter mij. Maar zij begrepen ook de gevoelens die rond dit onderwerp leven. Daarom is mijn vader bereid om niet aanwezig te zijn bij ons huwelijk. Hoe pijnlijk dit ook is voor mijn hele familie. Mijn familie steunt Alexander en mij om deze grote stap te nemen. Ze doen het omdat ze weten hoeveel Alexander en ik van elkaar houden en hoeveel wij in elkaar geloven. Ik ben daarvoor heel dankbaar.